alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de Hokjesman. Safari, safari. Op zoek naar de Amelanders. Wat eten ze? Gaan ze met hun tijd mee? Hoe graag zien ze hun toeristen? En wat spoken ze uit wanneer de toeristen weg zijn? Op een raadselachtig eiland aan de rand van ons rijk, daar leven de Amelanders. Om hun domein te bereiken is de vreemdeling genoodzaakt het grondgebied der Friezen te doorkruisen. Het laatste bewoonde oord op deze tocht is het dorpje Holwert. Het boek De Nederlandse Volkskarakters uit 1938 zegt over de Fries: hij spreekt niet gauw, maar als hij spreekt doet hij het weinig behoedzaam. De Fries durft het risico te aanvaarden van een eigen mening. En zodoende heeft men ook een mening over de Amelander. Kent u Ameland een beetje? Een beetje. Ja. Hoe zou je ze omschrijven als bevolking? Als je het zegt, zijn het Friezen? Het zijn Friezen, maar zij vinden zichzelf geen Fries. Het is zelfs soms zo extreem dat als je op een terras zit en daar Fries personeel loopt vanaf Achterwal en die eigen vrienden tegenkomen, die mogen ze niet in Fries terug helpen. Dan moeten ze per se in het Nederlands. Er wordt ook geen Friese les op de scholen gegeven. Op de Achterwal wel. Maar het hoort toch wel tot de provincie van Friesland? Het hoort tot de provincie, ja. Oh, maar is Friesland niet verplicht? Nee. Op Ameland niet. Kom je ze ook wel eens tegen hier, de Amelanders? Nee, nooit. Echt niet? Enkele keer. Heel enkele keer komt er eentje langs waaien. Komt u er graag? Ik kom er heel graag, want ik ben wardloopgids. Ja. Maar dat gaat mij dan puur alleen om het wardlopen en een beleving even bij het strand. En dan eerst gelijk bij de strand, de taxi en de eerste boot weer terug. Heeft u voor mij nog tips? Zijn er dingen die ik moet nalaten, die ik beter niet kan doen? Als je met Sinterklaas gaat, dan moet je oppassen. Met Sinterklaas gaan moet ik oppassen? Dat is een feest voor de eilanders en niet voor mensen die er niet wonen. Hoezo niet? Die horen daar niet bij. Die horen daar niet bij? Nee, dat is een feest voor de eilanders, voor niemand anders. Maar heeft niks te maken met de Sinterklaas of wij hem kennen? Nee. Helemaal ook helemaal niks. Er wordt geadviseerd dat je, als je in een hotel slaapt, blijf binnen. Er zijn, ik weet het verhaal van een meisje, die hebben ze kaal geschoren. Ik weet van een meisje, die hebben ze in een gierkelder gegooid en dat soort dingen. Hoezo? Omdat ze niet op straat mogen bepaalde tijden. Ja. Het is moeilijk voorstelbaar wat jullie zeggen. Ja, maar dat is echt zo. En het is echt waar. Het is echt waar. Ja. Ik breng je naar de overzijde, zegt de gids. Maar daarna keer ik weer terug. Het wat is mij dierbaar, niet het eiland. Ja jongen, we moeten door, want het wordt koud. Ja. We moeten de warmte wel een beetje houden. De Grote Dijk, nee, de Grote Diek, snijdt het eiland al sinds 200 jaar doormidden. Staat de Amelander oostelijk van de dijk, dan is hij in het van oudsher katholieke deel. Met de dorpjes Nes en Buren.
Aan de westelijke kant van de dijk, achter de bossen, liggen de protestantse dorpjes Hollem en Ballem. Wanneer de Amelander voor het middaguur de rand van het Hollemer bos nadert, dan treft hij daar de mannen van het Daalders plakje. Daalders plakje? Iedere dag, ongeacht de seizoenen, komen zij hier samen. Zo stevig zijn ze geworteld op deze plek, dat het Staatsbosbeheer een tafel voor hen plantte. Want ze horen hier zoals de bomen hier horen. En waar hebben jullie het over als jullie met elkaar zijn? Ja, de bijzonderheden en sport. Alles wat er in het dorp gebeurt. Over vroeger vaak. Men komt bij elkaar op het plakje. Plakje. Plekje. Plek. Plek. Plekje. Plek. Om te praten over oude vrienden. Wij hadden hier vroeger een oude beurskipper, Hans Brun. De man had jaren of zijn hele leven op het wat zwalkt. En dan kwamen hier ook wel heren om over het wat te praten. En dan zei hij die gasten van, jullie de stad en wij het wat. Ja. En zo is het ook. Ja. 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 Het gaat over de bemoeienis van het vasteland. Nee, Ameland moet in principe niet van de Frisetaal hebben. Het was altijd de strijd. He, vanuit Den Haag hier naartoe. Er moest vis gegeven worden. Aan de scholen zei je allemaal geen belang bij het vis. Het gaat over Oost- en West-Ameland. Er is verschil tussen de taal de Amelands hier en aan de andere kant van het eiland. Wij zeggen bijvoorbeeld gash. En dat betekent? Gras. En zij zeggen gash. Wij zeggen ooit hoort op zolder. Oud hout op zolder. Wat zei zij? Ooit hoort op zolder. Ooit hoort op zolder, weet ik het. Ja, zeker. Ooit hoort op zolder. En zelfs gaat het over dat grote feest. Waar de vreemdeling geen weet van hoeft te hebben. Dat ene feest. Ja. Sinterklaas. Sinterklaas. Daar mag je niet over praten, hoor. Nee, mag niet over praten, toch? Waarom niet? Ja. Nou, ik heb... Ja. Mij is verteld. Ja. Mij is verteld. Daar mag je wel even over praten. Maar wij zijn verder niks. Kunt u me in ieder geval iets vertellen? Wat kunt u me wel erover vertellen? Is er iets over te zeggen dat ik wel mag weten? Sinterklaas. Nou, dat ben de eerste twee dagen dat wij de broek aan hebben. Verder zet de vrouw altijd de broek aan. Er bestaan wel allerlei rare verhalen over, die ontstaan ook. Want er is tegen mij gezegd dat de vrouwen hier worden kaal geschoren. Ja, maar dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Maar er is wel een auto gehouden, even misschien overdreven, hebben elkaar geslagen. Oh ja, wel behoorlijk hoor. Dat bedoel ik. Hier onder de bosrand zat toen ook. Vreemden van het vasteland dachten dat wel mocht. Nee, het mocht helemaal niet. En dan is het ook net wie je treft hoor. En waarom mogen er nou geen pottenkijkers bij? Nou, omdat het een feest voor eilanders hier is. En dan hebben ze dus liever niet... Maar twee dagen niet welkom. Van de eilanders, voor de eilanders, door de eilanders. Zo moet je het eigenlijk... We zijn bang dat het verwatert. Nou, dat het dan helemaal afgelopen is. Verdeeld over vier dorpen telt het eiland zo'n 3500 inwoners. In Hollem gaat men er prat op dat de voordeur altijd van het slot is. Als het even kan, heeft men in Hollem een groentetuin. Als het even kan, heeft men in Hollem een eeuwenoud huis dat men keurig onderhoudt. Als het even kan, heeft men in Hollem een paard. En als het even kan, ziet de Hollemer in de winter niet te veel toeristen. In Hartje Hollem hebben zich de notabelen van het eiland verzameld. Zij noemen zich de Heren van de Heerskamer. De 28 mannen die eenmaal per maand bij elkaar komen om de lopende zaken te bespreken. Aangetreden zijn onder andere de oud-vuurtorenwachter, de plaatselijke kroegbaas en de jachtopziener, die tevens voorzitter is van de heren. Mag ik jullie verzoeken naar de heerskamer te gaan, dan vervolgen we daar de sessie. Heren,
maak ik even een stilte voor de dis. En dat we even stilstaan bij alles wat ons bindt hier op dit kleine eilandje. Bij uitzondering zijn ook de burgervader en zijn vrouw uitgenodigd. Eet smakelijk. Tafel 1, tafel 2, tafel 3, 4, 5. Een geliefd onderwerp bij de dis is de zelfredzaamheid van het eiland. De Friese Waddeneilanden hebben voor 50% draaien de omzet van heel Noord-Nederland qua economie. En daarvan is Ameland een van de meeste, de hoogste. De Amelander houdt van de geest van de wet, niet van de letter. En van het gezag wordt daarom ook verwacht dat hij dit onderschrijft. Als ik een raadsvergadering heb, dan gebeurt het wel eens dat een raadslid zegt... ja, maar meneer de burgemeester, deze nationale regel of Europese regel, die geldt niet voor ons. De burgervader komt van de vaste wal. En omdat hij niet inheems is, is de gehele bevolking bereid hem advies te geven over zijn taak. Wij spreken duidelijk taal tegen de burgemeester. Als het ons niet aanstuit, dan weet hij het gelijk. En dat is voor hem ook heel gemakkelijk. Maar dan weet hij gelijk hoe de kaarten liggen. Het is een beetje leven en laten leven. En het gaat om de geest van de wet en niet om de letter. En dan kom je heel eind. Men treft de jonge Amelander zelden in huis achter een beeldscherm. Lang geleden had hij maar 3 keuzes. Hij kon gaan vissen of boeren of hij kon walvissen jagen. Ze vingen er veel. De beenderen van de walvis, de kakenbienen, die bekoren de Amelander en zijn toerist nog steeds. De walvisvaart was geen geliefde onderneming. Maar de Amelander, robuust, ruig en arm, die leende zich er wel voor. De Amelanders bevoeren de IJszeeën alleen met elkaar. Nooit samen met de Terschellingers of de Tesselaars. Eenmaal op zee vulden ze de meeste dagen met dezelfde bezigheid. Wachten op hun prooi. Ze waren weg van de lente tot de herfst. Maar in de winter was het eiland weer voor hen. Het verheugde de vrouwen dat hun mannen weer terug waren. Maar de thuiskomers moesten niet te veel in huis zijn. Dat was het terrein van de vrouwen. Daar zitten vissen. De Amelandse vrouwen wisten zelf voor de kost te zorgen en legden niet graag verantwoording af. De vrouwen waren gewend geraakt hun eigen zaken te regelen. Mevrouw Wijnberg, ja? Mag u eigenlijk met een tractor op het strand? Tot half april of tot 1 mei, ik weet niet precies. En daarna doet u het dan wel of niet? Zegt u? Doet u het daarna ook nog wel eens, stiekem? Ja, stiekem wel, heel vaak. Roep maar, Willem. Hunter, kom. De Amelander begeeft zich graag in de natuurgebieden van zijn eiland. Daar doen ze wat ze al eeuwen doen. De Kamminga's, die bijna 300 jaar over het eiland regeerden, maakten stropers van de Amelanders. Want het eiland was van het geslacht Kamminga. De bewoners waren van het geslacht Kamminga. En dus was ook het wild
van het geslacht Kamminga. Heren, wat is de buit? Even kijken, één haas, twee haas? Twee hazen en een konijn. Twee hazen en een konijn. Ja. In 1680 stierven de Kamminga's uit. Maar nog steeds memoreert de Amelander graag de eeuwen dat zij hier heersten. Die eigen gereide dynastie, met haar eigenaardige wetten. En bij het jachtrecht hoorde ook dat de bewoners die een poes had, thuis moest het oor afgeknipt worden. Beide oren. En de puntjes eraf, hè? De punten eraf. Dan kon die kat dat oor niet dicht doen. Dus hij liep het konijnengat in en kreeg zand in het oor. En daar had hij een hekel aan. Dus dan ging hij het konijnengat niet in. Haalde hij geen konijnen uit de holen vandaan. Zodat de kamergaars dus meer hadden. Dit is ook nog een oud wetboek van de kamergaars. Daar staat dat allemaal keurig net in beschreven. Het is eigen wetgeving. Want wij zijn natuurlijk altijd vrij geweest. Wij hoorden niet bij Nederland, Ameland. Nee. Totdat de kamergaars uitgestorven zijn, zijn wij dus bij stadhouder Friso gekomen. En zijn wij bij Friesland onderverdeeld. Maar daarvoor waren wij vrij. De vrije heerlijkheid Ameland. Vrije heerlijkheid Ameland. Ja, ik ben trots op. Ja. Ik ben trots op dat ik een Amelander ben. Ja. En wat is dat dan, die trots op? Ja, de vrijheid, hè? De vrijheid. In de koudste maanden van het jaar geniet de Amelander van de stilte op het eiland. Nu is er volop tijd voor het verenigingsleven. De dames van de zusterkring komen één keer per maand bijeen in het doopsgezinde kerkje van Hollum. Of het Gods wil is of niet, als enige kerk in het land gaan doopsgezinden en gereformeerden hier samen naar binnen. God zou zich kunnen afvragen of zij bijeen zijn gebracht door de christelijke of juist de Amelandse gemeenschapszin. De zusters treffen elkaar om bij te praten. Ze komen voor de thee, de koffie en de koek. Ze komen om te zingen. En om te breien en te haken voor een betere wereld. Dames, allemaal welkom. Fijn dat we er allemaal binnen. Alleen zuster Jetta is er niet. Die is nog steeds... Dames, mag ik even hier plaatsnemen? Ja hoor, ja? Kom erbij. Fijn. De voorzitter is Nel. Nel Wijnbergen zal erop toezien dat de ongeschreven wet van het eiland niet wordt vergeten. Gij zult niet groots doen. Is er nog iemand een beetje de baas hier? Is er een soort gezag? Nou ja, we hebben dan de gemeentehuis. En als je dat is... gezag noemen wilt, weet ik niet. Daar zit de burgemeester. Nou, ik ken die helemaal niet eens. Echt gezag, wat hij hier nou als gezag? We zijn toch allemaal geliek van de kant. Hoe hebben... was het anders? Geliek? Gelijk. Allemaal geliek. Ja, sorry hoor, dan praat ik over Ameland. Over het eiland spreken de zusters met liefde. En trots. Van vroeger was het idee dat wij wat achterliepen. Nou, dat achterlopen, dat is hier echt niet zo. Mensen die helpen je allemaal. Mantelzorg. Ja, mantelzorg. Ja. Mierschip. Gemeenschap. Mierschip. Ja. Absoluut. Mierschip? Een mierschip. Een gemeenschap van mensen die voor elkaar zorgen. Hè, wat dus de regering wil. Jullie lopen op de zaken vooruit? Nou ja, misschien wel. Veilig. Ja. Veilig. Als je s'avonds te stappen gaat, kan ze best midden in de nacht op straat. Dat maakt niks uit hier. Dat is hoe je toch echt aan de vaste wal niet te doen. Nee. Iedereen heeft hier s'avonds de deur open, de achterdeur. Ja. Iedereen kan er binnen lopen. Nou, wat kan dat? En dat doen jullie ook in de zomer als al die toeristen hier zijn? Nou, dan houden we ietsje meer de deur op slot. Ja, ietsje meer. Nou, wij zetten de sleutel erin en wie erin moet, die kan erin. Ja. En voor wie breien jullie nou eigenlijk? Nou, voor een heleboel goede doel. Maar wel goede doelen, en dat zeg ik er speciaal bij, waar de Amelanders bij betrokken zijn. Dan weten we dat het tot op de laatste cent ter plaatse komt. Want als je jou 5,5 geeft, dan weet je dat er ook een heleboel blijft hangen. Nou, dat de directeuren zoveel geld moeten hebben. Dat is nooit doorgekomen. Wanneer de buitenstaander begint over het onderwerp Sinterklaas, of beter gezegd Sunneklaas, dan is de zusterkring op haar hoede. Sunneklaas. Ja, Sunneklaas. Waar we niet over mogen spreken. Nou, althans... beter van niet. Het is gewoon een Amelander volksfeest. Ja. Sunneklaas. Ja.
Ja, maar ik heb wel gehoord dat de vrouwen worden gemapt. Ja, dat is flauw. Ja. Ah, dat vinden we leuk. Oh, vinden we leuk. Ja, maar degene, toen wij jong waren, toen zouden wij een keer tuinke sluipen, zeggen we. Tuinke sluipen? Tuinke sluipen. Wat is tuinke sluipen? Nou, stiekem weg, de straat op en naar een ander huis toe. Oké. En wij werden betrapt. Zij schuurde een deur met slot en haalde eruit. Hoor, hij staat op slot, maar zo angstig was ze. De mannen gaan het pak. De vrouwen en kinderen niet, maar er zijn er genoeg meisjes die het wel doen voor de spanning. Nou ja, worden ze betrapt, herkennen ze iemand, dan weet je dat je even een paar tikken met de stok krijgt. Dat hoort erbij, dat is het spel. Ja. Mooi zo houden. Ja. Ja. Dat hoort bij ons. Ja. Mocht de vreemdeling zich toch op de 5e december op het eiland wagen, dan kan hij verrast worden door het geschal van bazuinen. Het zijn de klanken van het Sunneklaasfeest. En wanneer de vreemdeling zich op 5 december waagt aan de onverlichte straten van Hollum, iets wat de fatsoenlijke vreemdeling dan ook niet doet, dan is hij getuige van Amelands meest dierbare traditie. Het feest dat de buitenstaander niet meer mag vastleggen. Het is 5 uur. De baanvegers zuiveren de straten van ongewenste sujetten. Iedereen onder de 18 jaren en al het vrouwvolk wordt naar huis toegejaagd. De baanvegers zijn streng, maar worden niettemin uitgedaagd. Men moet zich terugtrekken en wachten op de Sunneklazen. Daar zijn ze. Het zijn de mannen van het dorp, gehuld in zelfgemaakte pakken. Onherkenbaar voor anderen en voor elkaar. Allen op zoek naar verraders. De vrouwen of jongens die zich buiten of zelfs in het pak wagen. Men test elkaars kracht. Wie niet krachtig is, kan een vrouw zijn. Of een jongen. Foesten noemen ze het. Waaghalzen krijgen hun verdiende loon. Waarom het gespeeld wordt, is niet eens meer van belang. Wij doen dit al eeuwen zo, zegt de Amelander. En wij laten ons door niemand tegenhouden. Op neutraal terrein, in het Museum van Hollum, wil fotograaf Spoelstra zijn verhaal wel kwijt. In Hollum viert men het Sunneklaasfeest anders dan in Nes, in het oosten, waar fotograaf Spoelstra woont. Daar gaat men wat losser om met de regels. Tenminste, dat dacht de fotograaf toen hij de Sunneklaasen fotografeerde in opdracht van zijn krant. Maar wat zien we op de foto? We zien de achterzijde van een pakken. Er staat geen enkel gezicht herkenbaar op. Een sfeervol beeld van Ameland Sunneklaas spelen. Reactie volgde snel. Zijn ramen werden beklad en zijn tuin werd volgestort met poep. Met poep. Helemaal volgestrooid. Stront. Mest. 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 Er zijn mensen die grijpen bepaalde tradities aan om mensen waar ze het niet mee eens zijn, om daar wat actie tegen te ondernemen. En dat doen ze op anonieme basis. Een soort wraakexercitie? Ja, zo kun je het ook omschrijven. Omdat ze u niet mogen? Nou, er zijn mensen die hebben dat aangegrepen. Maar hebt u het idee dat door zo'n actie dat u eruit ligt? Of heeft... Nee, want we staan hier nu in Hollum. Het is ongelooflijk hoeveel sympathiebestuigingen ik krijg vanuit dit dorp. Die kunnen zichzelf niet eens voorstellen wat daar gebeurde. Die zeggen, ze zijn helemaal gek daar in Nes en Buren. Ik heb altijd begrepen dat in Hollum is men, dus de westelijke kant van het eiland, is men wat behoudender. Er wordt het feest wat meer traditioneel gevierd. En de kant waar u woont is men wat rekkelijker. Zo heb ik het altijd begrepen. Zo was het ook. Ja? Maar nu is er een kleine groep in mijn kant van het eiland, de dorpen Nes en Buren, die meent een soort inhaalslag te moeten maken. En kijk, en dan word je natuurlijk roomser als de paus. En dan ga je allerlei dingen verzinnen die nog militanter zijn. En dan ga je dus wel zo de grens. De
Amelander houdt van een tuin met een representatief voorkomen. En waar dat voorkomen ontbreekt, daar ontbreekt waarschijnlijk ook de Amelander. Mij valt meteen op dat uw tuin Ton. Er... Ton, Michael, sorry, ik stel me helemaal niet voor. Dat uw tuin er anders bij ligt dan de overkant. Ja, ja. Is dat... Dat klopt wel, ja. Ik... Die tuin? Ja. Heel netjes, u houdt alle tuinen. En dat er natuurlijk hoort ook bij, men moet niet onderdoen voor de buren. Hoe ziet men u dan? Want u bent een beetje een vreemdkörper. Ja, nou ja, ik ben dus geen Amelander. Ik ben intussen wel een eilander, denk ik. Er is een groot verschil in. Oh. Kijk, ze accepteren wel. Ja? Je wordt hier makkelijk geaccepteerd. U maakt onderscheid tussen eilander en Amelander. Ja. Wat is het verschil? De Amelander is hier geboren. De Amelander is geboren. Terwijl de eilander hier woont. En misschien wel geïntegreerd en bij het dorp kan, en het eiland kan horen. Ja. Maar hij is dus geen Amelander. Oké, okay. Wat is een Amelander dan? Een Amelander is iemand die hier als kind geboren is op het eiland. Maar wat en het gaat zover dat ik een tijd geleden in de supermarkt stond aan de kassa. En toen stond er een vrouw voor me. En die was aan het discussiëren met de kassière over het pasgeboren kind van haar zuster. Die is namelijk in Leeuwarden in het ziekenhuis geboren. En die vrouwen die zaten te treuren dat het kind nog geen Amelander was. Toen Ton Verplanken 50 jaar geleden als welzijnswerker het eiland opkwam... met de opdracht om Oost- en West-Ameland te verzoenen... ontmoette hij een volk dat niet direct op hem zat te wachten. Tussen de druppels door hoop ik op... De verzoening moest vanuit de Amelanders zelf komen. Daar hadden ze geen welzijnswerker voor nodig... Maar het was een mooie plek, met aan alle zijden zee. Dus Ton Verplanken hield zijn huis aan. Amelander kon hij niet worden, maar wel dichter en beeldhouwer. Tot vreugde van de toerist, die jaagt op authenticiteit... en deze het liefst krijgt opgediend in schilderachtige porties. Maar krijg je ook kritiek op je tuin? Zo van, ruim eens nee. op... Nee, dat accepteren ze ook. Accepteren ze ook, ja. Waarschijnlijk ook omdat ze van alle toeristen horen dat het zo leuk is. Ah... Op oudjaarsavond, dan zijn er hier hele grote vuren altijd. En er wordt overal wat losse toestanden die worden weggehaald. En daar bij het hek, stonden allemaal paal. En die hebben ze met nieuwjaar hebben ze een aantal in het vuur gewerkt. Aha. Het was dus eigenlijk, er werd gewoon kunst verbrand, ja, per ongeluk. Ja. Niet per ongeluk. Dat brandt. Ja. Dit is uw huiskamer? Ja, mijn zomerhuiskamer. Uw zomerhuiskamer? Heeft u ook een winterhuiskamer? Andere kant. De andere kant. Hé, bent u dit? Ja, maar zeker wel halen. U bent geheel nakend. Loopt u graag naakt? Ja. U bent een naaktloper? Ja. Oh, wordt dat hier gewaardeerd op het eiland? Nou, daar wenden ze wel aan. Oh, lekker. Oh, dat is knolselderij. Knolselderij, ja. Heerlijk. Is het u gelukt om de gemeenschappen bij elkaar te brengen? Nee, en dat was, niet. Had me waarschijnlijk ook geen jaren gelukt. Dat heeft de tijd heeft dat dus een beetje gedaan en de tijd doet dat verder. Ja. Dan komt toeristen op het eiland en maak je kennis met een heel andere wereld. Je horizon wordt daardoor al verbreed. En die verbreding die heeft dus hier ook ongemerkt een grote invloed in de jaren. Want ze proberen alles wel stevig vast te houden. Maar dat lukt niet meer, want al die ervaringen zijn bij je binnengekomen. En dan zie je dat langzaam die mensen toch veranderen. Doordat die cultuur verandert, zie je dus tegelijkertijd dat men dan zo'n feest als Sinterklaas, Sinterklaasen noemen jullie het geloof ik. Ja. Dat men dat dus weer fanatieker gaat vieren dan ooit. Dat trekt weer aan, dat is weer fanatieker geworden dan ooit. Bij voorkeur verhuist de Amelander liever niet naar de vaste wal. Dames. En dat geldt ook voor de jonge Amelander. Hoe is het nou om te wonen op Ameland? Ja, geweldig. Op Ameland heeft men nauwelijks last van bevolkingskrimp. Anders dan op de overige Waddeneilanden kiest de jonge Amelander er in de meeste gevallen voor om oud te worden op eigen grond. Hoewel de studie soms een verblijf op de vaste wal vereist. Maar en wat voor soort opleiding kan je hier doen op het eiland?
Alleen de HAVO tot het derde jaar. En dan hier kan wel je VMBO-diploma halen. Maar zodra je de HAVO, je HAVO-diploma wil halen, moet je naar het vasteland. Dus dat heb ik ook gedaan. Jullie zitten ook aan de wal op school? Ja. Is het niet soms ook saai om op een eiland te wonen? Nee, dat helemaal niet. Ik vind het echt zo leuk. Nee, ik verveel me nooit. Nee. Zijn de Amelanders hecht met elkaar? Ja. Is het, ja? Wij zeggen echt spreken van een hele hechte gemeenschap? Ja, ik vind het wel. En hoe zit het, even een hele brutale vraag, met de liefde? Zijn er genoeg leuke jongens op het eiland? Nou, we hebben er alle vier een gevonden. Ja. En is het ook noodzakelijk dat het een Amelander is? Of, Nee, want dat is bij niemand niet. Nee, mijn vriend komt uit Zeeland, maar hij is hierheen verhuisd voor mij. Zou je je ook omgekeerd kunnen voorstellen dat je naar Zeeland verhuisde? Nee. Gewoon niet? Nee, dat zou ik niet kunnen. Hè? Nee, echt niet. Hoezo niet? Nou, ik weet het niet. Dat is niet mijn thuis. Dit is mijn thuis en hier heb ik alles. Hier ben ik opgegroeid. Ik weet het niet. Ik zou hier niet weg kunnen. Als de Amelander vlag een speciale plaats heeft in het gemeenschapsgevoel, dan is het gevoel nog specialer wanneer het een gejutte vlag betreft. De Amelandse jutter heeft al sinds oudsher een flexibele relatie met het mijn en dijn. Ging men vroeger te voet, nu jut men met automobiel en zo nodig met speedboot. Gerardus heeft zijn rol als strandjutter al vroeg gevonden. Hij speelt de rol met verven. Ik vind iedere winter vind ik nog steenkool en kooks. Nog van 20... Dat is van vroeger, van de oorlog. Yeah. Is hier een schip vergaan met kooks en met steenkool. En dan met oostenwind, ja, dan komt het aan. Ja, die gebruik ik de zomerdag buiten voor mijn kacheltje. De regels van het jutten zijn helder voor iedere eilander. Wat aanspoelt, heeft in principe geen voorgeschiedenis. Legt de jutter het gevonden voorwerp in de duinen en gooit hij een hand zand erover, dan zal een andere jutter het laten liggen. Alles van waarde moet worden aangegeven bij de strandvonder, in de regel de burgemeester. Maar in de regel wordt dit ook vaak vergeten, want het is altijd de vraag wiens domein dit is. Ik kreeg vroeger voor een dode zeehond 12,50. 12,50? Ja, want de traan werd gebruikt en de vacht, hè, als je goed was. Ja. Dirk, dat is goedemorgen. Ik sta hier bij het Oude Bastraal met een hele grote grieze zeehond, maar die is dood. Bij het Oude Bastraal, hem bij Jan en Dolly. Hij is zo gaar. Heden ten dagen is het voornamelijk de natuur die de strandjutter wat te doen geeft. Het zeevolk met hun kolossale schepen is de jutter niet meer van dienst. De schippers vermijden het liefst de grote storm en bangelijk houden ze hun mooiste waar beneden deks. Alles wordt zo vastgesjord. Ja. Het is zoveel gebeurt er niet. En niet als vroeger, zeg maar. Dus als je mazzel hebt, dan vergaat er een plezierjachtje of zo? Nou ja, dat, ja, maar die hebben we ook regelmatig op strand. Ja. Hey. Ja. Ja. Maar Gerardus, als ik het goed begrijp, dan is er toch iets geks aan de hand met die jutter. Ja. Ze zijn ook gek. Nou ja. Ja. Ik bedoel, kijk. Normaal, als ik zou horen een schip vergaat, dan denk ik, arme matrozen, zouden ze het redden. Maar volgens mij, bij u is het niet dat het eerste wat in u opkomt als u hoort dat een schip vergaat, toch? Nee. Dan denk je daar niet. Je denkt niet aan de mensen, je denkt eraan van, wat voor lading zou u hebben? Ja? De oprechte jutter is het eender of zijn buit afkomstig is van een vrachtschip of van het eiland zelf. Bijvoorbeeld van een strandtent. Die is gehavend door de storm. Hij heeft s'nachts nog drank kunnen redden. Ja. Onderweg. Maar er zijn verschillende flessen wijn zijn verdwenen. En die zijn op het andere eind van het eiland zijn die teruggevonden. Maar even voor de duidelijkheid. Als een strandtent hier vergaat door de storm. Dat is een mede-eilander, toch? Ja. En die spullen die raken een beetje hier zo verspreid. Want dan jullie als jutters, dat pak je gewoon. Ja. Het maakt niet uit of het je buurman is. Nee, maakt niet uit. Nee hoor. Je haalt het niet bij hemzelf weg. Hè, dat doe je niet. Maar wel wat verderop ligt. Ja, ja, ja.
He, dat neem je mee. Ja, niet met een zaag naar die strand dit en haalt het over. Nee, nee, nee. Maar als nee, de storm nee. komt, dan, zeg je dank u wel. Ja, of is het vandaan, man? Dat maakt niks uit. Het spoelt gewoon aan. De bekendste jutter van het eiland was Riks de Moei. Ook bekend als de Oertheks. Ze was een arme vrouw en toen haar enige zoon ging varen, kon zij enkel in haar onderhoud voorzien door te jutten. Ze werd gretig en met haar lamp lonkte ze de schepen naar de kust. Zodra ze strandde, verzamelde ze de buit. Tot ze op een dag het lijk vond van haar aangespoelde zoon Sjoerd. De Amelander laat graag in het midden of zij echt heeft bestaan. Maar menig Amelands kind hoort de naam van haar zoon wanneer de wind loeit. Sjoerd. Riks de Moei lokte de schepen. De Amelander van nu, die lokt de toerist. Voor de lieden van de wal zijn overal op het eiland parken aangelegd. 3500 inwoners telt het eiland, maar het telt 28.000 bedden. En wanneer de winter voorbij is, dan komen ze weer. De badgasten. De Amelanders ontvangen 550.000 toeristen per jaar. 75 jaar geleden was het eiland al befaamd als vakantieoord. Getuige het boekje Ameland door alle tijden uit 1946. Als er badgasten zijn, ja dan leeft Ameland. Dan brengt in de maanden juni tot september de boot 2 maal per dag drommen nieuwe vermoeide stadsmensen. En de zee niet gewende landrotten naar het eiland. Een stroom die zich van de aanlegstijger Tenes in alle richtingen verspreidt. Dan heerst de vreemdeling op Ameland. Maar het is een gezellig, bont en feestelijk bewind. En de Amelander schikt er zich graag onder. Het onbewoonde oosten van het eiland heet het Oert, genoemd naar Riks de Moei's zoon Sjoerd. Wanneer de badgast zich hier waagt, zal hij scherp in de gaten gehouden worden door Richard Kiewiet, de jacht- en terreinopzichter. Konijntje? Ja. Heb je honger? Dan zal ik hem voor je pakken. Hij bewaakt de natuur met gezag. Als er mensen dus buiten het boekje gaan, dan corrigeren wij ze. En als het te gek is, dan kun je ze ook een proces verbalgen. Oh, dat mag u? Ja. De opzichter is een katholiek uit het dorpje Buren, dat midden op het eiland ligt. In het westen, in Hollem en Ballem, daar komt hij niet vaak. Kijk, het is natuurlijk heel eenvoudig. Die boot komt de Nes aan. Dus wat moet een Burenmer naar Ballem en Hollem? Richard Kiewiet is telg van een van de oudste stammen van het eiland. Mijn familie, of mijn stam, die woont al minimaal 400 jaar hier op het eiland. Dus dat hebben we nagezocht. Verder kunnen we niet komen, misschien wonen we hier ook al 600 jaar. Als je hier komt wonen en je zult het wel even vertellen hoe het zit. Je kunt beter eerst 5 jaar even je mond houden. Dus als ze gelijk beginnen te blazen, dan dan zijn we net piranha's, dan vreten we hem heel langzaam op. Ja. We zijn wat directer en misschien wat primitiever, maar we geven gelijk de grenzen aan. Je doet mee, maar we gaan niet lanterfant en je gaat werken. Mij valt wel iets op. Een zekere mate van trots is jullie niet vreemd. Of is dat normaal? Of zijn jullie onderdanig? Wij hadden het liefst natuurlijk onze eigen regels gehad, maar dat werkt niet omdat wij bij Nederland horen en we hebben 600.000 toeristen. Ja. Waar we ook heel blij mee zijn. Dus je kunt niet zeggen voor de eilanders is dit en voor de toerist is dat. En dat botst natuurlijk wel eens een beetje met ons denkpatroon. Botst natuurlijk wel eens een beetje met het denkpatroon uit de Randstad.
Dus wij zitten er wat anders in dan jullie bijvoorbeeld. Oh, als je het over jullie hebt, dan heb je het over de Roodstad? Of... Nou, de Nederlanders. Ja, ja. Kijk, jullie zijn de mensen van de andere kant van het water. En wij streven niet het grote kapitaal na, want dan moeten we gewoon naar de wal toe. Daar kun je carrières maken en hier kun je niet carrière maken. Ja, we komen hier gewoon met een eenvoudig loontje thuis en daar moeten we het mee doen. Want jullie werken jullie de blubber en dan heb je eigenlijk heel veel geld. En dan ga je gewoon een boerderijtje kopen met een hond, een schaap en een geit. En dan doe je precies hetzelfde wat wij al hebben. Dus wij hebben schijnbaar gewoon geluk. Mm-hmm. In Hollum is iedere eilander en iedere landrot welkom op de Koningsdag. De Nederlandse driekleur, tezamen met de Amelandse vlag. De Amelander houdt van zijn feesten. Zeker wanneer men zich weer kan hullen in kostuums. De Amelander houdt ook van zijn feesten omdat het hem de kans biedt om enige spot te drijven met het gezag. De burgemeester aan de leiband. Het hoort erbij, zal hij zeggen. De fotograaf mag zijn foto's maken. Ze mogen in de krant komen. Met het begin van het vakantieseizoen begint het bewind van de toerist. 24 uur per dag moet de Amelander klaarstaan voor de badgast. Zo kan de voorraadkast weer gevuld worden voor de winter. In de winter is er weer de vrijheid, zegt de oud-vuurtorenwachter. Eilanden zijn vrij, die zijn altijd vrij geweest, vrij om te vissen, vrij om te doen. En nu moet je een visvergunning halen, er mag steeds meer minder op het wat. En ja, wij vinden ons daar toch een beetje in gestoord, want wij weten ook wat natuur is. Wij houden ook van die natuur. En, ja. En er wordt ons alleen maar verboden opgelegd, wie wij niet snappen. Mm-hmm. Omdat wij een kleine groep zijn, zijn we ook makkelijk te pakken. Ja, maar u doet nu voorkomen alsof jullie een soort natuurvolk zijn. Een soort aboriginals die van jullie jachtgronden zijn verdreven. Ja, nou, als je daar goed over nadenkt, dan is dat ook zo. En daar hebben we misschien zelf ook wel een beetje debet aan, om zoveel toeristen toe te laten. Maar de vrijheid zit er altijd nog in, hoe je het ook bekijkt. Met eilanders, die zullen je allemaal vertellen, de vrijheid. En die wordt er steeds meer ontnomen. De Amelanders voeren onderling wel eens strijd. Hoeveel gasten kunnen we aan? De een zegt meer, de ander zegt minder. Door de nood gedwongen zijn ze een gastvrij volk geworden. En hoewel men nog wel eens met een schuin oog blijft kijken naar de zonderling die naar het eiland verhuist, men laat hem zijn gang gaan. Op zijn beurt gunt de zonderling ook de Amelander zijn eigenaardigheden. Dag meneer Verplanken! En vergeet hij nooit de belangrijkste regel. Houd je gedijst op 5 en 6 december. Want op die twee dagen is het eiland weer van ons. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.